Ik ben ongeveer 8 à 9 maanden per jaar op reis. Vaak in afgelegen gebieden, in lastige omstandigheden. Ik ben Marcel van Oosten en ik ben professioneel natuurfotograaf. Ik ben ooit begonnen op de kunstacademie. En daar ben ik afgestudeerd in grafisch ontwerpen en reclame. En vervolgens heb ik 15 jaar lang als art director in de reclame gewerkt. En het is puur gekomen door mijn werk in de reclame en mijn samenwerking met veel fotografen, daar dat ik eigenlijk fotografie heb leren waarderen en zelf begon te fotograferen. De keuze om professioneel natuurfotograaf te worden is niet van de een op andere dag gegaan, maar die is langzaam gegroeid. Ik heb altijd al een grote passie gehad voor de natuur, maar in het begin van mijn carrière wist ik nog niet 100% zeker welke kant het op zou gaan. De uitdaging is altijd om iets bijzonders te maken. Iets wat anders is dan wat al bestaat. Niemand zit te wachten op meer van hetzelfde. Aan het begin van mijn carrière als natuurfotograaf had ik mezelf een aantal doelen gesteld. En één daarvan was het gepubliceerd krijgen van een foto in National Geographic. En al in mijn eerste jaar lukte dat met een foto van een olifant aan de rand van Victoria Falls. En na die publicatie ging het met mijn carrière opeens een heel stuk sneller. Als ik aan het werk ben en ik ben buiten mijn camera in de natuur, dan voelt dat eerlijk gezegd helemaal niet als werk. Dat voelt eerder als therapie. Ik noem mezelf altijd natuurfotograaf, omdat voor mij de natuur, dat is een alles overkoepelende term, waaronder ook dieren vallen en landschappen en ook de sterrenhemel. Ik denk dat je een goede natuurfotograaf kunt worden als je heel gepassioneerd bent, bereid bent er veel tijd in te stoppen en vooral je eigen ding doet.